I mean, this is very smart by Solskjaer. When you want to unveil and get the crowd... Look at that. Out comes the phone. Social media... That's what it's about, winning. Hard to do. What a special moment though, Joe. If you want to get as you... En nieuweling Jadon Sancho binnenkomen en kijken over hebben. Want laten we eerst even de Premier League als geheel bij elkaar vegen. We hebben een paar... Ajax B in de voorbereiding op dit seizoen. Dat dus de elftallen... Enorme rivaliteit tussen... In de Achterhoede, Varaan hebben ze gekocht. Nou, nog niet even zeker. Rond, ja. De Gea uiteraard onder de lat. Sinds 2011 is hij Marcelo Bielsa. Die onder andere oefende tegen Ajax. Kansloos. Net zoals dat het geval is met onder meer Martial. Eens kijken wat het vandaag gaat worden. 6-2 dus vorig seizoen. Een geweldig duel. We willen allemaal zien of hij in dit elftal ook zo kan spelen. Maar dan... Rafael Varaan, officieel speler van Manchester United. Vandaag... The Theater of Dreams. Bamford, 17 goals vorig seizoen in de Premier League op de bank. Jack Charlton, Trevor Cherry. De tweede wedstrijd van het Premier League. De kans McTominay doet hij hetzelfde als vorig seizoen, namelijk heel vroeg scoren. Ook weer in de tweede minuut. Dit keer niet. Donny van der Beek maakte toen wel zijn eerste en enige goal. Meslier. Lindelöf. Buitenspel. Greenwood. Schot met links. Maguire. En weer de Braziliaan. Fred krijgt daar een schop. Rodrigo. Klieg. Klieg. Oh, Struik net op tijd en die bal valt er bijna over bij Meslier. De actie van Greenwood. Zojuist nuttig aan defensiekant. Greenwood, Man United met Greenwood. Pogba, dit moet de 1-0 op gaan leveren en het levert de 1-0 op. Nee, hij krijgt hem niet op doel. Leeds speelde zijn eerste wedstrijd tegen Liverpool. Was ook een spektakel. McTominay haalde weg. Harris. Terug tot bij Klieg. Klieg kan uithalen, kan die bal plaatsen. En de Gea met een niet al te lastige redding. Wist wat er... Ja, Maguire. Dallas probeert die voorzet eruit te halen. Dat mislukt. Greenwood, goede bal. James, dit moet hem dan worden. Nee, neemt die bal mee naar de buitenkant. In plaats van misschien wel... Maguire, Pogba. Op zich voor. Rafinha. Hernandez. Luke Shaw. Rafinha. Zo. Ten goede. Niet voor iedere wissel was je fluit. Hè? Pogba... James en Meslier weer. Pogba. Bruno Fernandes, goede aanname. En Meslier, maar het is 1-0. Bruno Fernandes open te scoren na een half uur voetballen in de Theater of Dreams. 18 goals vorig seizoen. 9 dus vanaf de penaltystip. En nu zorgt hij voor de 1-0. Scoorde vorig seizoen bij die 6-2 zegen van Man United op Leeds United ook 2 keer. En de ban gebroken door de Portugees. Wordt redelijk afgesloten. Bruno Fernandes, Shaw. Shaw! Harde knal, maar wel het zijn net als eind. Gebeurt gelukkig terug bij Shaw. Alles met links natuurlijk. James, het schot verdwijnt niet tussen de palen. Bamford, net niet. En dus de mogelijkheid wellicht met de Klieg. Ja, dat is een Greenwood. Greenwood. Even een corner.
lading in huis. Anders was het nog erger geweest voor wat betreft. Ik heb daar veel last van. Nou, is een goede opening. Daniel James komt tot een schot. Hoop gebeurt. Ook de kwaliteit was goed, hè? Want ik vond Lee Chenard... De aftrap van... Eling kan uithalen. Eling met een hard schot en wat een schitterende goal, zeg! Luke Eling maakt er 1-1 van. Wat een daverende start van de tweede helft voor Leeds United. En de 3000 uit Leeds gaan uit hun dak. Geen houden aan voor De Gea. Wat een enorme poeier van Luke Eling. Zijn moment. Een geweldige paas is dit van Pogba, zeg. Tjonge jongen, wat een paas. Greenwood, het is 2-1 voor Man United. Oh, wat een juweel van een doelpunt. Opnieuw, die van Eling mocht er zijn, maar deze is ook zo geweldig mooi. Wat een bal, zeg, van Paul Pogba. Was al aanwezig in de eerste helft bij die eerste goal van Bruno Fernandes. Maar dit is een paas die werelds is. De snelheid en het afronden. Weer een aardige bal. Bruno Fernandes. Ja, die kapt alles en iedereen uit en maakt er 3-1 van. Die bal is over de lijn geweest, toch? Ja, het is 3-1. In één keer slaat Man United twee keer toe. En weer Pogba, de man van de assist. Het afronden van Bruno Fernandes, die zijn tweede goal maakt. En het is met recht het Theater of Dreams.